Jij doet de afwas. Niet zo snel. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Je hebt verloren. Wacht even. Laten we een eerlijk gevecht houden. Ik doe mee. Het werkte bijna. Niet deze keer. Dit is zo oneerlijk. Zullen we naar de film gaan? Natuurlijk. Adele? Wie is dat? Zeg me wie ze is. Nu. Maak je er geen zorgen over. Er is hier iemand. Dat moet voor jou zijn. Schatje, kom snel. Heb je pizza besteld? Zij bracht onze pizza. Zie je? Ik hou je in de gaten. Phew. Wat een geweldige avond. Oh, mijn hak is gebroken. Maak je geen zorgen. Ik ben er voor je. Bedankt voor je hulp. Wat was dat? Nog een beetje. Het portret is bijna klaar. Ik weet dat het niet perfect is, maar ik ben uitgeput. Ik neem een kleine pauze. Licht uit. Brittany, slaap je? Tin, waar ga je naartoe? Hey! Tin, mijn liefste, wil je met me trouwen? Oh ja, ik heb altijd al zo'n ring gewild. Zo lekker, ik wil. Waar droomt hij over? Ik wil het niet weten. Tin houdt van zingen onder de douche. Tin! Dat was awkward. Ik heb eten gemaakt. Ik hoop dat je het lekker vindt. Dank je, lieverd. Wow, goor. Is alles goed? Vond je het lekker? Heerlijk. Lekker. Bedankt voor het eten. Ik moet gaan. Nu al? Oké. Oh, het is walgelijk. Dat eet ik niet. Tin, moet je zien. We hebben een nieuw huisdier. Is het niet schattig? Echt niet. Schatje, ga eens wandelen. Wacht even, niet zo snel. De rat is vrij. Geen paniek. Help me haar te vinden. Brittany, ik moet gaan. Ik ben zo terug. Veel plezier. Dag, lieverd. Oh nee, dit is ondraaglijk. Ik heb geen idee hoe Tin zo'n grote rotzooi kan maken. Nee, lieverd. Je kunt je eigen vuilnis buiten zetten. Wat een prachtige dag. Hij kan niet ver zijn. Hier, liefje. Oh, wie is dat? Oh, schatje. Maak er thuis geen rotzooi van. Ik stond op het punt dit weg te gooien. Ik heb deze video nog niet gekeken. Ha, die gast is zo grappig. Ik denk niet dat het zo moeilijk is. Ik moet het eens proberen. Start. Ik ben aan het balanceren. Ik wist het. Het is super makkelijk. Wat een verrassing. Ik zal een foto maken. Het is niet wat je denkt.
Je ziet er prachtig uit. Het is niet grappig. Wat? Ik bel je terug. Is het zo moeilijk om je spullen op te vouwen? Dit is beter. Brittany, huh? Wat? Mijn spullen zijn gepakt. Een koffer? Oh nee, Brittany. Ik smeek je, schop me er niet uit. Ik hou zoveel van je. Wat? Oh, Tin, gooi je spullen niet meer door mijn kamer. Brittany, ik ben klaar. Wacht even, mijn make-up is nog niet klaar. Oh nee, dat duurt nog wel even. Tin kreeg het voor elkaar om een selfie te nemen voor Instagram. Te spelen met een pop-it, gitaar te spelen, een liedje te schrijven. Een speaker te vinden. Ik heb alleen nog lipgloss nodig. Tin, ik ben er klaar voor. Slaapt hij? Ik zal zonder hem moeten gaan. Een riem. Hij is aan. Ik ben zo slaperig. Laten we gaan, pup. Oh nee, ze is weg. Brittany, ik ben haar kwijt. Ik ben onze puppy kwijt. Wat moet ik doen? Ze is de hele tijd hier geweest. Echt? Ja, natuurlijk. Ik heb je voor de gek gehouden. Lach je? Ik denk het niet. De training was geweldig. Phew, ik heb een douche nodig. Huh? Tin, je spullen liggen weer overal. Wat is dit? Ik stik. Huh? Brittany? Zullen we een pizza bestellen? Oh ja, ik heb honger. Hoi, ik wil graag een pizza alstublieft. Wacht op de bezorging. Ik ga douchen. Oh, onze pizza. Goedemiddag. Uw bestelling. Dank je. Ruikt zo lekker. Nee, puppy. We eten het niet zonder Tin. Maar ik ben uitgehongerd. Ik neem een stukje pepperoni. Tin merkt het niet eens. En nog eentje. Heerlijk. De badkamer is vrij. Oh, een pizza. Maar er is alleen nog korst over. Heb je al het beleg opgegeten? Ik had honger en jij nam te lang de tijd onder de douche. Wat is dat? Een vies t-shirt. Tin, wanneer houdt dit eens op? Waarom liggen je spullen door het hele appartement? Tin, het is een puinhoop. Tin! Zei je iets? Maak een afspeellijst voor Brittany. Tin, ik ben zo blij dat je me komt bezoeken voor de feestdagen. Doe alsof je thuis bent. Woeps! Wat? Mijn spullen zijn weg. Er zit een gigantisch gat in mijn rugzak. Ik kan niet geloven dat dat je niet is opgevallen. Wat? Huh? Mijn telefoon? Een melding van de bank? Nog één? En nog één. Brittany, hoe kun je zoveel uitgeven aan winkelen? Tada! Huh? Je hebt al mijn geld uitgegeven. Ja, ik heb het gedaan. Wat? Het is allemaal voor mij. Brittany, schatje, het spijt me zo.
Wat denk jij? Zal Britney Tins verontschuldigingen accepteren? Reageer hieronder.